Ja, Klaas Pompoen, ja, de bekendste man van de zee, die ik denk ik wel zo langzamerhand. Ja, van het jaar weer pompoenen. Hoe is het van het jaar zo gegaan weer? Het ging weer zoals normaal, zeg maar, zaaien begin mei. En dan uitplanten een paar weken later als de vorst niet meer van toepassing is 's nachts. En een heel mooi jaar voor de pompoenen. Heel veel zon, maar bar weinig water. Dus ik heb drie of vier keer een hele lange sproeisessie gedaan met de brandweerspuit erop. En je ziet het resultaat. Ze zijn er heel mooi uitgekomen dit jaar. Met name door het warme weer. Hoeveel soorten heb je dit jaar? Ja, ik zit weer ongeveer op hetzelfde aantal. Ik denk 70, 80 soorten ongeveer weer. Ze zijn er nog niet allemaal, maar ik heb wel een... Zul je ook aan het filmpje en de foto's zien dat ik wel weer een hele mooie collectie heb. En de kwaliteit is dit jaar ook mooi weer fantastisch. Ze zien er allemaal perfect uit. Wat is nou jij eigen favoriet? Nou, het blijft dezelfde, hè? De Galeu. Met de grote bratten erop, de pindapompoen. Dat blijf ik nog steeds een van de mooiste vinden. Maar ook deze flessen, zeg maar, de speckled snake, de gespikkelde slang. Die heb ik in recht en in helemaal krom. Ja, dat is toch ook wel een van de mooiere soorten. Goed, ik denk dat het tijd wordt dat we nog eens even... Goed, ik denk dat het tijd wordt dat we eens even gaan kijken bij jouw collectie op je bouwland. Ja, dat lijkt me een heel goed plan, want met name de flessen, nou, die doen we met dit jaar. Dat is echt een soort uit de tropenweg, zeg maar. Nou ja, we hebben dit jaar bijna de tropen hier in Nederland. Die heeft het bijzonder goed gedaan. Dat zul je ook straks ook zien. Er hangen er heel veel en heel mooie hangen eraan. En in de kas. Goed. We gaan kijken. Oké. Okay. Hoe ziet een dag van Klaas eruit worden? Nou, het is 's ochtends mooi op tijd opstaan natuurlijk. Hè? En dan uitgebreid ontbijtje. En dan voor de koffie een uurtje naar het land toe. De kas, met name de kas doen. Want de kas is natuurlijk loeiwarm overdag. Dus dat pak je in de ochtenduren pak je de kas even. Controle en eventueel water geven. En dan naar het land om te kijken wat er rijp is om te knippen, zeg maar. En dan een stuk of vier dozen met pompoenen mee in de auto, terug naar huis, alles wassen, afspoelen en dan op de stoep om lekker te drogen. En dat lukt met dit weer natuurlijk bijzonder. En dan als er weer lege plekken op de kraam zijn, dan vul je dat zo weer aan met nieuwe oogst. En dan op naar de volgende dag en hetzelfde ritueel. Dat komt er ongeveer op neer, ja, dat de dagen erop ongeveer hetzelfde zijn. Ja. Maar ja, dan heb je tussendoor ook weer... Het spul sorteren en nieuwe prijsjes erop maken en dat soort dingen meer. Ja, je zei net al even 29 jaar zo langzamerhand. Ja, we hebben natuurlijk al eens een paar jaar gehad van we gaan afbomen. Maar hoe komt dat nou? Nou, ik ben dus inderdaad door die coronatoestanden heb ik dus de helft minder land tot mijn beschikking. En dat kwam ook heel goed uit met die corona, want ik had geen markten meer en... Eigenlijk vind ik het ook qua leeftijd wel prima. Alleen ik sta nog wel weer op aanvraag op Kamerbreed straks in Geenemuiden op 17 september. Nou, daar heb ik ook heel veel zin in, want dat is een thuiswedstrijd natuurlijk. En daar kunnen de mensen nog op rekenen dat ik daar weer sta. Daar werd ik voor gevraagd en dat geef ik graag gevolg aan. Maar niet op de biestenmarkt. Dat is gebeurd. Ja, en dan... En het lastige van nu op het moment is, van ja, de zeediek is een beetje afgesloten. Hoe ga je daar, hoe gaat dat komen? Ja, je krijgt minder mensen zo. Ja, het zat er al een paar jaar aan te komen. En er is steeds gecommuniceerd door middel van brieven naar van de provincie en van de gemeente en van de aannemer. En het zou dit jaar dan gebeuren, in het najaar. Dus dan ga je uit van oktober ongeveer. Maar wat schetst mijn verbazing, een week of vier terug kregen we ineens een brief. En we gaan beginnen op 22 augustus, dus nog midden in de zomer met morgen nog 30 graden. Dus ja, we zijn s'avonds na 4 uur altijd bereikbaar. En op zaterdag natuurlijk is de weg gewoon open. En ook overdag kunnen mensen gewoon komen, alleen even melden bij de mensen die bij de rotonde staan dat je op weg bent naar de pompoenstation, naar de pompoenenwinkel. En dan kunnen ze gewoon doorrijden. Rouge, de Rouge van Antampes, Etampes.